Ver hoefden de kinderen van de Wantijschool dit jaar niet te reizen. Hun kamp werd opgeslagen in Jeugddorp. Voor veel scholen is het gewoon heel duur om een schoolkamp te organiseren. En dat wordt veelal, komt dat door het busvervoer. Je moet een tourbus huren en dat is gewoon ontzettend duur. En door het in eigen regio te doen, kun je met een aanloopactiviteit, wat dus al een activiteit is, uiteindelijk op je kamplocatie komen. Jullie komen gewoon uit Dordt, jullie zijn in Dordt op kamp. Wat vinden jullie daarvan? Dat is wel jammer eigenlijk, want wij kennen Dordt al heel... Ergens anders. Ja, een Papendrecht of zoiets. Ergens anders. Ergens dan in Dordt. Maar elke schoolkamp in eigen stad is een echt schoolkamp. Het is leuk, we doen allemaal spelletjes, het schijnig in de tent. Deelgevecht. Ja, onze tent is dodelijk. Waarom is jullie tent dodelijk? Dan moet je zo binnenkomen. Want wat is dat? Een deelgevecht. Mijn bus is nu al leeg na een paar uurtjes, maar ik heb er nog één bij. Dus vandaar dat jullie zo lekker ruiken. Ja. Het kamp wordt niet door de school zelf georganiseerd, maar door Move Academy. Het is een sportorganisatiebedrijf. Wij hebben allemaal docenten, gespecialiseerde docenten, die ingezet worden op verschillende scholen. De gymlessen verzorgen we, maar we kunnen ook 65-plus gym bijvoorbeeld geven. En zo ook dit schoolkamp, die in het teken staat van samenwerken. Maar of dat voor de leerlingen iets uitmaakt? Ik vind het tot nu toe wel leuk. Want wat heb je allemaal gedaan? We hebben al twisten gedaan, dat ligt daar nog. En net dat spinnenweb en nog iets met zoeken, tenminste dan moest je sleutel pakken. Dat is zeg maar dat iemand een blinddoek, als die het hoort en hij wijst je aan, dan ben je af. De schoolverlaters van de Wantijschool hebben zo voor weinig geld alsnog een paar mooie dagen. Deelgebrek! Nee.